Hé? Hey? Hallo? Daar ben ik weer. Het is weer even een tijdje geleden. Maar ik was vandaag even in het Habbo Hotel. En iemand vroeg aan mij een roots. Een busje. Lijkt het je niet wat om iets over Habbo te vertellen? Over 2004, 2005, 2006. Zij zelf was begonnen in 2005. En ik dacht, ja, wat moet ik over Habbo vertellen? Ik zei, nou, ik zal er eens over nadenken. Ik ben natuurlijk, wat zij zegt, ik zou wel veel te vertellen hebben. Nou, dat valt misschien best nog wel mee. Maar ik kan het dan eigenlijk alleen maar hebben over de periode dat ik van 2004 tot eind 2005, dat 31 december 2005 hield het Hobba project op. Ik was daar dus Hobba geworden en als je een van mijn vlogs hebt gezien waar ik in uitleg waarom ik nog op Habbo ben en hoe ik hier terecht ben gekomen. Als je dat hebt gezien, dan is de vlog van deze keer wat beter te volgen ook, denk ik. Nou, ik was dus in 2004 Hobba geworden. En ik kan je vertellen, als ik het daarover zou moeten hebben, dat ik het nodige heb meegemaakt. En dan wil ik het erna eigenlijk hebben over de oproepen die binnenkomen. Zoals jullie allemaal wel weten in Habbo, jullie doen allemaal wel eens een oproep. En die oproepen zijn niet altijd even fijn. De oproepen zijn ook heel vaak heel vervelend en kwetsend en gericht naar de moderators in de Habbo toe. Er wordt veel gescholden, veel gedaan. Wat ik dan eigenlijk deed, meestal als ik zo'n oproep zag, want dat zat dan al gelijk al vol met een hoop gescheld en gedoe. Dan ging ik naar die persoon toe en vroeg aan hem, wat is er aan de hand, waarom ben je zo kwaad? Nou ja, vaak zei ze ook wel, ja, het duurt te lang voordat ik antwoord krijg. Maar ook wel van, dat ze hun verhaal vertelden. Dat hielp meestal wel. Dat bedaarde ze wel, maar... En zei ze ook wel, fijn dat u even met me gepraat heeft. Maar er waren ook wel Habbo's die misschien ook wel op uit waren om jou even lekker te coördineren. En die heel welbespraakt waren. Veel welbespraakter als ik. Want ik ben maar een doodgewone jongen. En die kwamen dan met het verhaal van hun vader was dit, hun vader was dat. En ze zullen wel even de rechter inschakelen. En ja, als ik dan met vriendelijke woorden hem niet op de dag kon brengen, dan zei ik, nou jongen, ik wens je vader veel succes met het proces tegen Habbo. Maar vertel ook tegen je vader dat hij dan ook even de algemene voorwaarden moet lezen van het Habbo.nl. Dan denk ik wel dat hij nog even achter zijn oren zal krabben. Maar dat gebeurde dus. Het was niet altijd leuk. Maar ik deed het altijd graag. En wat ik eigenlijk het leukste vond om te doen, dat was proberen de orde te houden. Mensen die erg vervelend waren, voorlopig even af laten koelen. En mensen die oplichten, sowieso al bannen. Nou konden de superhobbers konden dan een ban geven voor 7 dagen. En dan de moderators, die keken dan mijn baan en andere Habbo's de baan, of Hobba's de baan ook nog, hè. Maar ik heb het dan over mezelf, die keken dan, ik had dan een speciale moderator die over mij ging en die keek mijn baan naar, waarom ik een verbaan had en die keurde het goed of die keurde het niet goed. Nou, 9 van de 10 keer was het natuurlijk wel goed, want ik wist natuurlijk wel wat ik deed. Maar er waren soms twijfelgevallen waarop de moderator zei, nou, deze geven we geen perm. En gelijk ook, dat geef ik ook niet. Ik was dus opgeleid tot zilverhobber door Marl, moderator in Habbo.
toen naar Goudhabba en al heel gauw naar Superhabba. Ik deed mijn best. Als Superhabba had je dus ook de taak om de gouden en de zilverhabba's te leggen. Oh jee, kijk daar. Om de zilverhabba's. Want daar wil ik het zo nog even over hebben, over deze posters. Want daar had ik het ook nog even over. Met Roots op Habbo. Ik heb ook nog twee posters liggen. Die kregen we toen opgestuurd. Want ja, als Habbo weten ze natuurlijk wie je bent en ook waar je woont. En kregen we die posters opgestuurd. Ik kreeg ook nog dit opgestuurd. Een button. Ik weet niet of het in spiegelbeeld staat. Ik zie het wel. Ik zie het wel in spiegelbeeld. Een button. Ja, die draag ik natuurlijk niet. Want ik ben gekke Henkie niet. Zie mij al lopen buiten met het Habbo. Maar goed. Dus twee van die grote, die laat ik zo even wat beter zien en wat dichterbij. Nou, ik had het dus over de Habba's. Wat ons allemaal te wachten stond. Er is heel wat naar ons hoofd gesmeten. We konden van alles krijgen. Maar als je zelf in Habbo bent en je leest de teksten mee van je medehabbo's. Nou, dan zie je wel wat voorbij komt, hè. Nou, dat komt niet alleen daar voorbij. Dat kwam ook bij de oproepen naar Habbo's en Marathas voorbij. Wij hadden dus de mogelijkheid om hun te bannen en te helpen. Het eigenlijke doel was natuurlijk wel Habbo's te helpen. Ik heb natuurlijk ook veel Habbo's geholpen. Die opgelicht waren en verbannen waren op een onterecht. Dan schakelde ik een moderator in, die ging dan naar die persoon toe. Ik luisterde er een poosje mee of ik las een poosje mee. En dan werd die Habbo geholpen om zijn account weer vrij te krijgen. Dat was natuurlijk ook leuk werk. Maar ik zelf vond het leukste om orde te houden. En als ik daar nou in Habbo zit en ik zie allemaal wat daar gebeurt, dan jeuken eigenlijk mijn handen. Want ik vind het nog steeds jammer dat ik het niet kan en mag doen. Maar goed, die tijd is voorbij. Wij hadden een paar keer een meeting in Utrecht. Wij op de Oude Gracht, de winkel van Sinkel. Velen zullen dat misschien niks zeggen, maar de Utrechters wel. Dat is een heel oud gebouw met hele grote pilaren ervoor. Op dit moment wordt het geloof ik nog steeds gebruikt als restaurant. Daar kwamen we bijeen met bijvoorbeeld Jet. Dus velen kennen misschien Jet nog. Sorry, ik ben even verkouden. Met Jet. En hoe heet die andere nou? Nou ja, Jet was er in ieder geval. En met alle Habbo's om kennis te maken. En om even met elkaar te praten. En gegevens uit te wisselen. Zodoende konden wij elkaar dus zien. Hè? Weten wie ze waren. Ook wel leuk natuurlijk. Helaas heeft het maar heel weinig of heel kort geduurd. Want eind december 2015 werd het hele project opgegeven. In die periode is er ook een hele mute toestand geweest. Enkele weken lang kon niemand wat typen. Want er was het een hele schandaal op tv geweest dat er erg veel pedofielen op Habbo zouden zitten. Kan, tuurlijk, kom overal voor, hè. Kijk maar naar de media. Vandaag de dag gooi je nog steeds de gekste dingen. Van misbruik van priesters en weet ik allemaal. En voetballerij en noem maar op. Nou ja, het is scheer en inslag. En dat zal een Habbo dan misschien ook wel zijn. En daarom zou ik het wel fijn vinden als ik persoonlijk mijn handje kon bijdragen in Habbo om het proberen veilig te houden. Maar helaas, die tijd is voorbij. Toen mijn opa tijd voorbij was, toen ben ik
zo anderhalf jaar nog DJ geweest bij Habbotop.com. Dat was een officiële fansite van Habbo. En Samora, ook een hobba, die kon ik natuurlijk, ook persoonlijk. Ik ben ook al een paar keer bij hem geweest toen ik met de radio ging beginnen. En die vroeg, is het niks voor jou om DJ te zijn? Want die wist dat ik van Nederlandstalige muziek houd. Dat ik heel veel Nederlandstalige muziek heb ook. Ik heb duizenden en duizenden mp3's van Nederlandstalige muziek. Ik zei, ah joh. Die Habbo zitten niet te wachten op zo'n oude lul als ik als DJ. Hè? En ik was ook niet gewend. Ik heb nooit ge-DJ gespeeld. En ik denk, die stem van mij. Die stem van mij als DJ. Dat lijkt natuurlijk nergens op. Maar hij overtuigde mij. Hij zegt, ja, probeer het gewoon. Doe even een testuitzending. En ik heb een testuitzending gedaan. En hij zei, is leuk joh, moet je doen. Ik denk, nou ja, zou wel, hè. Dus ik ben eraan begonnen. En ik moet zeggen, het trok niet zo heel denderend veel luisteraars over het algemeen, hoor. Maar mijn uitzendingen, dat waren Nederlandstalige verzoekprogramma's. Zij konden via e-mail mij een verzoek sturen. En dan draaide ik gelijk een Nederlandstalig verzoekprogramma. En ik was er altijd druk mee. Ik kreeg zoveel verzoekjes. Ik kon ze nooit in 2 uur draaien. Ik draaide 2 keer per week. 2 uur lang Nederlandstalige muziek. En het was hartstikke leuk. Ik deelde dan ook prijzen uit. Ik heb heel wat HC-banken uitgedeeld. Nou zijn ze geen drol meer waard. Ik heb ze nog wel. Enkele. Ik heb er een hoop weggegeven. Maar ze zijn geen droom meer waard. Maar toen vonden ze dat leuk. Dus ja. Dan ga ik dit er even goed zetten. Ik heb het al even netjes goed geplakt. Piet. Want Pietje had ook pakken. Ja. Nou ja. Sinds kort heb ik een kanariepiet in huis. En die moet zeigen zo nodig ook even laten horen. Kijk, daar gaat hij. Ja, ik denk ik gooi geen handdoek over hem heen, want hij houdt toch zijn mond. Maar nee dus, Pietje laat zich ook horen. Hij hoort er ook bij, Pietje, bij Bussie. Laat ik dat even ingezoomen. Ik had het dus over Habbotop.com. Helaas is dat toen ook na anderhalf jaar opgehouden, omdat nou ja, er waren troubles in Habbotop.com eigenaren, ja. Heel jammer weer natuurlijk. En daar ben ik daar weer de dupe van. Ik was de dupe van dat Habbo ophield met het project van Hobba. En ook de dupe van dat het niet goed ging met Habbo.com. Dat heb ik weer. Maar goed, het waren leuke tijden. En ik word er soms nog op aangesproken door Habbo's van die tijd. Van Bussie. Het was zo leuk die tijd met het Nederlandstalige verzoekprogramma. Maar aan alles komt een eind. Laten we kijken of we dat een beetje in kunnen zoomen. Hoppakee. Dit zijn dus de posters. Die ik... Nou, die wij... Hup. Dat was de poster. Laten we dat gewoon... Hoppakee. We laten dat er gewoon in. Daar valt ook weer wat. We laten dat er gewoon in. We knippen het er niet uit. Hoppakee. Nou, dat was even verder in zomer. Dat is die poster. Even zo. Even wat dichterbij. Het is wel... ik denk dat er een hoop het leuk zouden vinden. Als ze dit zouden hebben. Bij mij leg het in de kaas. Kijk, de infobus. Wel leuk natuurlijk. En dan die poster eronder. De hitkrant, toen die tijd. Ja, toen die tijd de hitkrant. Jo.
Nou, daar zitten ze allemaal aan tafel. Is toch geinig? Ja, nou ja, ik vond het wel leuk hoor. De Hitkrant, ik zie het in Spiegelweld. Ik hoop dat jullie dit echt goed zien. Ja, dat was eigenlijk wel zo'n beetje over de hobbertijd. Er is eigenlijk niet zo heel veel over te vertellen. Roets, die zei dus, je zal best veel halen te vertellen hebben. Maar ja, ik zou zo ver, er is bij mij niet blijven hangen dat ik denk van nou, dat moet ik vertellen. Wat ik vertel is, wat indruk op mij gemaakt heeft, dat zijn de oproepen. Dan gaan de posters. Huppakee. Dat zijn de oproepen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik s'nachts wel eens heb lopen malen wat ik allemaal voorbij heb zien komen. Want je krijgt dingen naar je hoofd, daar lusten de honden geen brood van hoor. En denk maar niet dat het werk van een hobba of een moderator of zelfs van de ambassadeurs echt leuk is. Want ook zij krijgen van alles op hun bord. En dat is natuurlijk verruild door de habbo's die een typeverbod krijgen. En een baan. Ja, die gaan lopen mekkeren. Maar goed, dat moet je incalculeren. Ze hebben het verdiend, ze krijgen het niet voor niks. Dan moeten ze zich maar gedragen. Toch? Ik krijg ze net zo goed. Ik had van de week ook weer een waarschuwing. Ik tik één woord erotisch in mijn eigen kamer. Ik wilde wat uitleggen aan een hele bekende oudere iemand, ook van mij. Dus twee ouderen tegen elkaar. Ik tik één woord. Ik denk, ja, hoe moet ik het zeggen? En hup, een waarschuwing. En 31 dagen proef. Ja, moet dan maar hoor. Maar zo werkt dat dan. Maar ja, die jongelui, die gaan natuurlijk lopen schreeuwen. Ze hebben natuurlijk nooit wat gedaan. Ze hebben nooit wat gedaan. Het is niet waar wat ze gezegd hebben. Hè? Nou, ik heb het meegemaakt. Ik heb al die los gelezen. En als ik dan het commentaar hoor daarna. Ze liegen dat ze. Hè? En nog wat. Want ik lees het allemaal. Maar ze ontkennen keihard. En dat doen de meesten. Geloof me nou hoor. Je krijgt niet zomaar een tiefverbod of een baan. Natuurlijk, ik moet wel bekennen dat de laatste tijd, er worden wel fouten gemaakt hoor. Maar of dat nou doordat, ja, ze zeggen er is een automatisch moderatorsysteem. Ik kan dat niet geloven. Alhoewel ik natuurlijk in mijn eigen kamer ook een waarschuwing kreeg en 31 dagen proef. Maar eigenlijk lijkt dat natuurlijk nergens op. Ik vind het hele habbo nergens op lijken. Die hele moderatie gedoe niet. Toen met de hobba's, daar kon je nog mee praten. Wij konden het niet terugdraaien hoor. Want je krijgt een ban of wat dan ook, niet voor niks. We konden het niet terugdraaien. Die mogelijkheid hadden wij niet. Dat kon alleen maar de staf. Via de helptool kan je dan je verhaal doen en zij kunnen het eventueel gaan bekijken of het onterecht is en terugdraaien. Alleen de staf. Moderators niet, hobba's niet, die konden alleen maar bannen. En maar goed ook, want anders krijg je zo gedoe van bannen terug. Hè? De staf die bekijkt dat. En zo hoort het ook. Maar hoe het tegenwoordig, het is natuurlijk helemaal veranderd. Want wat ik verteld over die hoppertijd, dat is natuurlijk, ja, dat is niet meer. Dat is niet meer. Hoe het precies gaat, weet ik natuurlijk ook niet meer. Ja, weet ik dat. Je hoort dingen, maar het wordt er niet leuk. Kijk, het wordt niet voor niks veel stiller op habbo, hè. Ik weet niet of Sulaken of Suleken of hoe je dat dan ook uitnoemt, die Zwitser bedrijven of dat zelf in de gaten hebben of de staf hier in Nederland, maar ze maken habbo zelf kapot, hebben ze geen eens door, ze maken het zelf kapot. En kijk wat er nog komt, 2004, 2005, 2006, 2007, 10.000 tot 15.000 inloggers,
hartstikke druk. Moet je nou kijken. Je kan een bom afgooien in de openbare ruimte. Er zijn openbare ruimtes die worden geen eens meer gebruikt. Ze hebben het niet door. Zullen we maar weer. Dat was het dus voor mij, Kaap. Verder heb ik Roets. Ik recht even het woord tot Roets. Want die vroeg, zou je geen vocht in de markt over hebben? Ik denk, nou, ik zal erover nadenken. Maar ik weet toch ook niet zo gauw wat ik niet verteld heb, dat is het eigenlijk wel. Ik hoop dat het voor jou genoeg is zo. Ik vond het een fijne tijd, een mooie tijd. Ik vind het nog steeds jammer dat het voorbij is. Ik zou ondanks alles toch nog mee willen helpen aan het systeem. Maar je kan alleen ambassadeur worden als je Curiaan wordt geloofd. Of Curiaan. Zeg ik het goed? Curiaan. Ik ben het niet. Ik ben daarmee gestopt. Ik denk, ja, hallo. Ziet even op. Ik zit jarenlang op Habbo. Ik heb jaren meegeholpen als hobba en dan moet je eerst maar zien te bewijzen als QRDL en dan zou je ambassadeur mogen worden. En wat kan je dan nog? Niks, joh. Helemaal niks. Maar ondanks dat zou ik het wel willen, maar ik vind het alleen niet passen dat je eerst QRDL moet worden. Maar aan de andere kant denk ik dat hun denken, wij moeten zo'n oude man die de Rabo hebben. Dat we toch gelijk hebben. Hey, dit was het voor deze keer. Dat was de vlog over Rabo. Roets, ik hoop dat je tevreden bent. Zo niet, dan hoor ik het van je. En dan ga ik kijken wat ik er nog anders over kan vertellen. Maar ik zou niet weten wat hoor. De groetjes, Rabo's in het Rabo Hotel. Ik kom jullie ongetwijfeld daar weer tegen. En veel plezier in Rabo Hotel. Toch wel, want als je het leuk houdt, kun je het best leuk hebben. Groetjes, dag dag, bye bye, van Open Bussie. Oh nee, van Bussie uit Habbo. Bye bye.